Deze beschouwing is op verzoek van iemand die mijn kanaal wel eens volgt. Um, die noem ik E. <laughs> Dat weet zij, maar ze weet het toch wel. Dus op verzoek van E. Ik ga het hebben over Mellie Uilducht. En ik heb er een tijdje over gedaan om voldoende achtergronden van Mellie Uilducht te vinden. En de afgelopen week heb ik het voor elkaar gekregen. Het was eigenlijk eenvoudiger dan ik dacht. Je moet gewoon doen: Wiki en dan Melly Aldert. En dan ben je er gelijk. Ik kijk nu naar de Wikipedia pagina. En ik wist niet dat Melly Aldert zo beroemd was. Laat ik even wat uh, oplezen van de pagina. En daar staat dat Mellie Aldert op 31 mei 1908 in Blaricum geboren is. En ze is op 10 mei, dus iets voor haar verjaardag. Twee weken voor haar verjaardag. Drie weken. Ja, drie weken voor haar verjaardag. Overleden in 2009 in Wildhoven. Nou, 2009 is niet zo lang geleden hoor. En zij staat te boek als een Nederlandse New Age schrijver. Alternatief genezer, occultist en astroloog. En ze heeft 30 esoterische boeken gepubliceerd. En daar zijn meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Nou. Stel je krijgt 2 euro per boek. Nee, ...heeft ze toch 2 miljoen euro verdiend. Ja, guldens of euro's. En zij is een beroemd persoon geweest in Nederland. In 1970 werd zij een celebrity... ...een gevierd persoon... ...op de Nederlandse tv. En ze heeft gepubliceerd over sprookjes... ...en kruidengeneeswijzen... Ja, ik zit naar het Engels te kijken. Misschien dat ik de Nederlands zou moeten pakken. Maar. Ja, stenen, metalen, gezondheid en kabouters. Ja, ja. Nou, dat wist ik allemaal niet. Ze heeft geschreven voor het uh, tijdschrift Onkruid. En dat ken ik. Ja. Ja, dat heb ik wel eens in de hand gehad. Ja. Uh. Dat is dan zo'n New Age magazine. De New Age beweging, by the way, is gestart door Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky. Nou, dan kan ik er nog meer uithalen? Hier een, een, een tragisch gebeuren is dat ze is geboren van Marie Kalisch, als een onderwijzer en Emil Uildert, Dus de achternaam heeft ze van de vader. En dat waren allebei vegetariërs. En die waren um, volgelingen van de terug naar de natuur beweging, chased life movement staat hier. En nu het drama. In 1912, en toen was zij vier of drie. Heeft haar vader haar verlaten. En die is in de Verenigde Staten gaan wonen. En toen ze achttien werd. Kreeg ze een interesse in astrologie. En haar eerste lessen kreeg ze van een vrijmetselaar. En die heet meneer Ram, of Meester Ram. Ik denk meester. Meester Ram. Dat is raar hoor, die vreemdmenselaars. Oh ja, even voor de duidelijkheid. Uh, Helena Petrovna Blavatsky. Uh, die persoon heeft twee belangrijke boeken geschreven. En die heette uh, De Geheime Leer. Die heb ik hier in huis. En dat is het werk van een gestoord persoon. Ik kan het weten, want ik heb er... Pindakaas van proberen te maken. En dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ik kan mij niet vertellen. dat als jij deel 1 van de geheime leer. en dat is het ontstaan van de kosmos. als deel 2, dat is het ontstaan van de mens. als jij van een van die twee boeken. een samenvatting kan schrijven. De, 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 dat daag ik je vooruit. Dat lukt je niet. Want dat gaat me door en het gaat me door en het gaat me door. En de vrijmetselarij. Ik ben bij de vrijmetselarij hier in Arnhem op bezoek geweest. op een open avond. Ja, ja, het is namelijk een geheim genootschap, weet je wel. <laughs> Net zo geheim als de biljartvereniging het knikkertje. Ja, gaat er weer. En ik keek in die boekenkast van die, uh, van die jongens. Nou, nah, ik denk, nee. Is, de, gewoon de titels al van die boeken. Ik denk, gaat toch weer. En bij die vrijmetselaarsavond kreeg ik dan in de pauze. Ja, mochten we jenever drinken. Nou, dat. Zal mij altijd bijblijven als iets heel positiefs aan de Vrijmetselarij. Dat vond ik wel volwassen. Ketel 1 hadden ze daar. Dat maakt het mij geen donder uit hoor. Dus, uh, genever is Jenever, of er nou Whisky in zit of niet. Maar ketel 1 genever gaat door voor een goede genever. Dus, uh, ik vind het ook wel lekker. En dan mocht je een formuliertje invullen. En dan ging je de ballotage in. Dat was een soort aanmeldingsformulier. En die man vroeg ook nog aan mij of ik een, hoe uh, noem je dat ook alweer, een businesscard? Een visitekaartje had. Ik zeg nee, dat heb ik niet bij me. Die had ik wel, maar wist ik veel dat ik dat mee moest nemen. Ik zeg nee. Nou zei die is het niet erg hoor, dat je geen businesskaart bij je hebt. Maar dan kan je je gegevens invullen en dan nemen wij contact met je op. Jo, ja, ja, zeker. En dit is het aanmelden. En hoe gaat het afmelden? Jullie, kan ik ook zien hoe het afmeldingsformulier eruit ziet? Toen keek die man me raar aan, joh. En die zei: Ja, nee, maar afmelden, dat gaat niet. Oh, zei ik. Ja, dan moet ik er nog even over nadenken of ik me aanmeld. Ja. Vrijmetselaars zijn in mijn ogen kleuters kinderachtig gedoe, een rare toneelstukjes spelen met gekke jurken aan en een vreemde muts op je hoofd, een oele boele lopen roepen. Nou, dat is dan niet meester, meester, meester Ram. Die zitten bij de vrijmetselerij. en daar heeft ze les van gehad. Ja, 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 ja. Ik kan me voorstellen dat als je vier bent en je wordt door je vader in de steek gelaten. dat je dan een aversie ontwikkelt tegen je vader. Niet meer dan terecht. Je moet wel een halve boeddha zijn om dat als vierjarige te denken van. nou joh. Pantarij. Alles stroomt. Dat is geen boeddhisme, maar die zal ook zoiets kunnen zeggen. Want de rij komt van Heraclitus. En dat betekent alles stroomt. Nee, natuurlijk niet. Je voelt je verschrikkelijk besoedeld. En dat in 1912. Ik werd door mijn vader in de steek gelaten in 1965, en dat heeft bij mij een trauma veroorzaakt. Dat moet bij haar ook gebeurd zijn. Tenzij ze van steen was, maar dat, dat kan niet. Die is getraumatiseerd dan. Ja, en wat krijg je dan? Als je door je vader in de steek wordt gelaten, dan krijg je een, een woede. Dan word je boos. Je wordt verdrietig. Je bent teleurgesteld. En je denkt: waar gaat deze wereld eigenlijk over? En een manier om daaruit te komen is om. Ja, ik heb nogal wat alcohol gedronken. En er nou, zijn wel dingen die je kan doen, maar je bent er trauma niet zo mee eens. Hè? Het levert een trauma op. En wat doe je dan met dat trauma? Hè? En daarbij, je bent in de steek gelaten door je vader. En hoe zit het dan met die moeder van jou? Je moeder heeft of een onbetrouwbaar sujet. Zich laten zwanger maken door een onbetrouwbare sujet. Een onbetrouwbaar sujet als man genomen. Nou, dan is je moeder een uh, domme koe. Hè? Of het was een betrouwbare man. En die moeder heeft die man het leven onmogelijk gemaakt. Ja, in beide gevallen heb je dus ook een probleem met je moeder, dacht ik. En dat soort dingen gaan niet zomaar weg. Kijk, in de Bijbel staat in de geboden van Mozes: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen op deze wereld verlengd worden. Dan kan je zeggen, nou, zij is toch honderd geworden, dus dat ging op zich goed. Ja, de vraag is in hoeverre ze op deze aarde geleefd heeft, of in een sprookjeswereld met elfjes en kabouters. Dus daar heb ik eigenlijk alles al mee gezegd. En dan kan je nog aan me vragen, ja, maar zit er niet wat in, in wat ze zei? Ja. Nee, helemaal niks. Helemaal nada, zilts, nothing. Ik, als kabouters bestonden, dan had ik daar wel een keer een YouTube filmpje van gezien inmiddels, dacht ik. En ja, fotografie, dat bestaat toch al sinds de 19e eeuw, dus hadden we toch al mooie foto's gehad. En ook een beetje uh, wat, wat tekeningen van hoe die uh, onder hele hoge bomen, was ook weer dat mooie lied: Onder hele hoge bomen in een groot kabouterbos staat een heel erg aardig huisje, zomaar midden in het mos. Zou er graag wel willen wonen, maar ik ben toch veel te groot. Het is gemaakt voor de kabouters. Jasje, wat is het? Jasje blauw en mutsje rood. Kijk, je kan met z'n allen wel zo'n liedje gaan zingen. Maar dat betekent niet dat kabouters bestaan. En zij heeft dan ergens een bespiegeling gehouden waarom kabouters een puntmuts hebben. Want het is namelijk omdat bij kaboters, dat is anders dan bij mensen. dan zijn die chakra's, die energielijnen. die zijn veel groter dan het lichaam. En dus ja, als ze er een hoed op zetten, dan gaat die hoed omhoog. Dus dan moet het een puntmut zijn, want die chakra zit eronder. Ja, dat dus, uh, geestesziekte is dat. En ik vermoed, maar dat weet ik natuurlijk niet. En ze is overleden en ik wil het ook niet beledigen. En ik denk dat dat komt doordat die ouders uit elkaar zijn gegaan toen ze vier was. En dan wil uh, de god er iets niet goed. In. Het is niet zo dat als ouders bij elkaar blijven dat het dan per definitie wel goed gaat. Maar in dit geval is het aannemelijk of mogelijk dat er iets verschrikkelijks misgaat. En als je dan ziet dat iemand van dit soort hele rare dingen gaat zeggen en opschrijven. Dan, ja, dan voel jij hem ook al hangen. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet gaan, zeggen ze in Zuid-Afrika. Nee, dat zeggen ze in België. Maar misschien ook wel in Zuid-Afrika. Maar dat gaat niet gaan. En dan krijg je hele rare dingen van. Ja. Zijn ze, nou ook nog. We gewoon. ze kon ook naar andere planeten toe. Waar staat we van die planeten? Ik heb het voorbereid hoor. Zo. Wezens van Orion hebben het bewustzijn van de mensen weggenomen om hen te kunnen exploiteren. Dit doet me denken aan die andere vreemde man. Wat is dit nou ook weer? Een... Martin Vrijland. Die heeft het, dacht ik, ook over Orion. Nee, die heeft het over Saturnus. Nou, Martin Vrijland heeft het over dat het Saturnus. Is het allemaal eigenlijk? En Orion, dat is een. een sterrenstelsel of zo, hè? of is het een ster? Die hebben het bewustzijn van de mensen weggenomen. om hen te kunnen exploiteren. Dat is zo'n onzin. Kijk, nu in Nederland, 2020, weten wij nu dat die regering van ons, die is er niet om ons te helpen. Die regering van ons, die neemt ons bewustzijn weg. En ze zeggen dat er, uh, jo, de IC-bedden helemaal op zijn en, uh, en uh, sterft van de coronadoden. En uh, ja. zo denken wij helemaal niet meer na. En waarom nemen ze ons bewustzijn weg? Nou, om de boel te kunnen exploiteren. Eigenlijk komt het erop neer dat ze ons niet willen exploiteren. Nee, ze willen dat we allemaal doodgaan. En is al het land, al die vierkante kilometers, dat is van die club. Daar gaat het om. En dat heeft niks te maken met wezens van Orion. David Icke is er ook zo eentje. Hè? David Icke die heeft het over reptilianen. Het zijn eigenlijk het het vier dimensies waar we in beleven. En er zijn wezens en die zien eruit als mensen. Maar het zijn geen mensen, het zijn reptielen. David Icke is ook zwaar getraumatiseerd. Dat kan niet anders. Of, dat kan ook... Hij, hij lacht in zijn vaasje. Dat is ook nog mogelijk dat hij lekker meespeelt. Want uh, laat David Icke... maar kritiek hebben op regeringen... zoals die in Nederland, dat het eigenlijk reptielen zijn. Zodat mensen denken van... ja, nou, David Icke zegt van die gekke dingen... nou, die regering van ons moet wel kloppen. Als dat de enige kritiek is. He? Ja, dat is het dan. Ik weet niet wat ik er meer over moet zeggen. God hebben haar ziel... Je kan moeilijk zeggen dat het haar eigen schuld is dat ze zo gek is geworden. Dat vind ik niet eerlijk. En terug naar dat trauma dat ze in de steek is gelaten door haar vader. Of dat haar vader de deur uit is gewerkt door een hele vervelende moeder. Ja, dat levert wrok op van binnen. En hoe moet je daarmee overweg? Heden ten dagen is het schering en inslag. Van allemaal mensen die in de steek worden gelaten door hun ouders. Eén van beide of allebei. En dan krijg je een woede, dan krijg je een boosheid, dan krijg je verdriet, dan heb je teleurstelling. En je denkt potverdorie. En dan kan je wegvluchten in een andere wereld. Van eigenlijk komt er van Orion of Saturnus. En daar zijn we nog mee bezig. Want we zijn in overleg met de engelen en de elfjes van de Pleiade. Oh, dat is niet de manier, hè. Het onze vader, wat Christus dicteert, daarin staat toch netjes: uh, vergeef ons gelijk ook wij anderen vergeven of onze schuldenaren vergeven. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En daar zit je oplossing. En dan kom je tot rust. En dan heb je geen elfjes en kabouters en trollen nodig. En chakra leren der kabouters. Want waarom? Je bent een kind van God. En hij wilde dat jij ter wereld kwam. En jij constateert dat de wereld helemaal niet zo fraai is. Uh, is ja. Dat is. Voor God was dat geen reden. Om jou dan maar niet geboren te laten worden. Van oh, no, de wereld is echt niet goed genoeg. Nou, uh, dan doen we het maar niet. Nee, dat wil ik niet. Je bent gewoon geboren. En de wereld is een puinhoop. En dan lees je de Bijbel en denk je, oh, er is niks nieuws aan de hand. Er was altijd al een puinhoop. Nou, precies. Welkom bij de club. De hele wereld... Ik <coughs> verschrik me in mijn koffie. <coughs> koffie over je longen. Je kan beter uh, roken over je longen. Kijk, ja, de wereld is een puinhoop. En de bedoeling is dat het weer goed komt. Nou, of dat het weer, nou, ja, weer goed komt. Kijk, het was goed in de tijd dat Adam, dat is Hebraeus voor mens. Een mens leefde in het paradijs. En die uh, at van de vruchten, van de planten en de struiken, dacht ik. Hè? Was het nou struiken en bomen? Kortom, uh, veganistisch. En de, de leeuwen aten ook gras en druiven. En. Wat er maar was. Maar toen kwam die, die Eva kwam erbij. En toen was ze even later het hele feest over. Hè? Ja. En dat is het verhaal van de mensheid. Dus je kan niet zeggen dat het nou een grotere puinhoop is dan in de dagen dat die toren van Babel gebouwd werd. Daar heb je het mee te doen. En het helpt geen ene zier door tekeningen te gaan maken van kabouters. En elfjes. Ze zegt ook nog ergens: dan heeft het over de kleding van kabouters. Ik denk, ga toch weg? Ja, het is meestal. Uh, wat is hier? Kunt u iets vertellen over de. Kleding van elfen en kabouters. Ja, het is meestal bij kabouters klassieke kleding. En die hebben ze nageaapt in vroege tijden van de mensen. En die kabouters hebben meestal een soort leren broek. Zo'n stevige broek. En dan een hesje erover. En een gordel waar ze allerlei gereedschappen in steken. En dan de bekende puntmuts op. Die puntmutsen van kabouters en van tovenaars en van toverveeën. Die hele hoge punten, hè? Die zijn omdat ze een veel langere weg van elektrische stromen hebben. Om het zo te noemen van chakra's. Dan de gewone mensen om dat te beschermen. En de kleding van elfen, weet u daar iets over? Ja, dat zijn meestal een soort sluiers die ze omslaan op een sierlijke manier. Niet bepaalde kleding. Je kunt niet zeggen waar is het middel, waar zitten de knopen of iets dergelijks. Het zijn allemaal losse lapjes. De geest is ziek. Ik weet niet waar in de DSM dit dan wordt benoemd. Misschien psychose of zo. Het is verschrikkelijk zielig. Ja. Dus op mijn werk is een jongen, noemen we hem Adriaan... en die kan verhalen houden, joh. Ja. En dat weet hij dan zelf ook nog te zeggen. Van ja, ze... Dus, uh, in mijn hoofd maak ik documentaires. En ik kan kletsen, jongen. Maar ja, die zit dan uh, waar ik werk. En die wordt elke dag begeleid. Die wordt S morgens vroeg wordt hij uit bed getrimmerd. En dan moet hij douchen. En dan moet hij ontbijten. En dan gaat hij naar de dagbesteding. En dan komt hij weer terug. En dan is morgens vroeg. Wordt hij weer uit zijn bed getimmerd. Maar die man is niet in staat om voor zichzelf te zorgen. En dat gaat helemaal mis. En zij kon het dan wel. Ze is op tv geweest. Dertig boeken gepubliceerd. En daar zijn miljoenen, een miljoen exemplaren van verkocht. Nou, Goed geld verdiend ook. En ze is overleden in een, in een esoterisch. Uh, in een huis voor esoterische mensen. Kijk hoor, letterlijk je buik. Zet ik ook niet ergens. Oh ja, het leendert meeshuis. Een antroposofisch verpleeghuis. Een antropozofie is de, de. de afsplitsing van de theosofie. En Rudolf Steiner, dat heb ik mij laten vertellen. heeft ooit gezegd: dat iemand die de woorden van Christus Jezus niet begrijpt. die is knettergek. Ik parafrasseer. Dus antroposofie, dat. Wat, dat vind ik niet zo heel dom. Het is een studie waar theosofie een studie is van het, het bovennatuurlijke, van theos, van God. Het is antroposofie de studie van de bouw van de antropos. Uh, de gedachte is dan, je kijkt naar de verschillende mensen... En ieder mens heeft een bepaalde afwijking natuurlijk, maar door te kijken naar alle mensen, dan kan je zien hoe mens, anthropos, hoe die eruit moet zien. Ja, daar zit wat in. Dat is een soort empirische wetenschap. En in zo'n verpleeghuis is ze dan in Beeldhoven overleden op haar honderdste. En de mensen die hier achteraan lopen en die hoop ontlenen aan dit soort verhalen over elfjes en kabouters en dat soort dingen. Die hebben ook allemaal een, een trauma of iets anders. Nee, ik heb... de, de geheime leer van, van Blavatsky... heb ik gelezen uit interesse. Dat is wat anders. Ik heb ook L. Ron Hubbard hier in huis... met uh, Dianetics. Oh, ik heb ook nog van Blavatsky... De Sleutel... tot Theosofie. En ik heb... Oculte verhalen van. Hmm, maar dat kan ik nou niet lezen. En ik heb geen zin om op te staan. Ja, ik heb meer rare boeken. Ik heb ook een boek van een, een halve jesuït over het Tyilharte Chardin. Ja, ik heb er nog meer. Kijk, dat lees ik uit interesse. Dat is wat anders. Hè? Niet omdat ik daar mijn heil in vind. Mijn heil heb ik gevonden. op mijn twaalfde. in de Bijbel. En toen ben ik een hele andere koers gaan varen in mijn leven. Niet dat gelijk alles goed ging hoor. Maar je wordt mieter door je medemensen. En vooral vrouwen. Ik wil graag met jou, ik wil met jou door. En dan zeg je ja, en dan krijgen we door de partijen uh, gesodemieter man. De Bijbel is in die zin niet zaligmakend. Het beschermt je niet tegen alles. Het geeft wel je, je denken een rust. En inmiddels ben ik erachter, door mijn studie filosofie, dat de... De metafysica van de Bijbel, of de ontologie, dat die logisch in elkaar zet. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen op deze wereld verlengd worden, dat klopt. En vergeef je schuldenaren op die wijze dat jij vergeven wil worden door Christus, of door God. Onze vader is gedicteerd door Christus toen hij nog leefde en dan is het dus onze Vader die in de hemelen zijt... uw naam worden geheiligd... en, bla, 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 bla. en dan krijg je vergeven onze schulden... Gelijk ook, wij onze schu gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Want met woede en verdriet moet je niet in de rondte blijven lopen. Goed beseffen dat als je, je je woede en je teleurstelling... en je verdriet hebt over het gedrag van andere mensen... Dat je beseft dat jouw eigen gedrag ook niet altijd om door een ringetje te halen is geweest. En ook jij hebt zo je minpuntjes. En die wil jij toch ook graag vergeven hebben door onze vader. Nou, geef zelf het goede voorbeeld. En besef ook dat God niet in staat is om jou meer te vergeven dan dat jij je naaste vergeeft. Of iedereen die jou maar kwaad heeft aangedaan. En als jij zoiets zegt, wie allemaal die vent of die vrouw. dat kan echt niet. Ja, in die mate kan jij ook echt niet. En dat gaat niet goed, jongen. Ik ben blij voor haar dat ze zo oud geworden is. Ik hoop dat ze gelukkig geleefd heeft. Want dan zit je in zo'n rare sprookjeswereld. En dan ga je allemaal rare tekeningen maken. rare verhaaltjes opschrijven. Zo. Maar ja, het houdt je bezig. En... Ik neem aan dat ze niet een vlieg heeft kwaad gedaan. En al die mensen die, die boeken hebben gekocht, dus toch miljoenen zijn er over de toonbank, aan euro's of gulders over de toonbank gegaan. Dat is wel een hoop verspilling, maar. ach ja, die, die, die lezers die, die hebben er zelf voor gekozen, hoor. Die zijn niet gedwongen. Dus... Dat kan je haar niet kwalijk nemen. Nou, mogen zij nou, God hebben haar ziel, Dat zeg je dan maar. Hè? En de inhoud van haar woorden raken kant nog wel. Wow. Kijk, in de beginnen schiep God hemel en aarde. Of in het, in het Hebreeuws heb je... In het Hebreeuws is het eigenlijk niet te vertalen, hoor. Wat er werkelijk staat, er staat Birishit bara, Elohim, ad hashemayim, ve ad haritz. En Elohim laat zich vertalen. Dat is, dat is vertaald met God. Ja, eigenlijk moet je zeggen iets anders. is niet een enkelvoud. En er zijn mensen die zeggen: ja, Goden. Want Elohim is meervoud. Dat klopt ook niet. Mayim is water. Dat is ook meervoud in het Hebreeuws. Maar dat is bij ons niet wateren of zo. Mag ik één glas wateren van u? Nee, je hebt toch één glas water of zo. En is water nou enkelvoud of meervoud? Nou, zo zit het met Elohim ook. En de beste vertaling waar ik mee gekomen ben tot nu toe, dat is wij. Wij is een meervoud die een eenvoud is. Want anders ben je geen wij, dan ben je verdeeld. Het is een eenheid in veelheid. Daar moet je je antwoord zoeken. En het probleem begint met de mens en niet met de dieren. Of beter gezegd, het probleem begint met man en vrouw. Want daarvoor was er niks aan de hand. En dat is de wereld waarin wij nu leven, nog steeds. En we zijn nu zoveel duizend jaar verder en. Om nou te zeggen dat het veel beter gaat dan vroeger, nou, dat kan je niet zeggen. Gaat het veel slechter dan vroeger? Dat kan je ook niet zeggen. Het is voor iedereen, is het leven een... Wat heeft Arthur Schopenhauer gezegd? Het leven is een slinger tussen verveling en teleurstelling. Mensen vervelen zich en denken, nou, ik ga maar nou wat doen. En dan gaan ze dat doen en dan raken ze teleurgesteld. en denken ze, nou, ik hou er maar mee op. En dan gaan ze zich weer vervelen. Dat is wel vrij bot natuurlijk. Zoiets is het wel. Dat is wel een component van ons leven. Hoor. Een slinger tussen verveling en teleurstelling. Ja. En ik vraag me af of je, ja, of je in staat bent als mens om boeken te schrijven. om andere mensen dusdanig te informeren dat ze er echt wat aan hebben. Behalve zo'n boek als Het Handboek der Fotografie. of uh, nog een ander boek wat handig is: Knutselen voor beginners. Tuinieren voor bejaarden. Iets waar je wat aan hebt. Los van de Bijbel. Daar vroeg Wim mij, uh, dat is een goede vraag. Hij zei: Noem nou eens een boek uh, waarvan je vindt dat je er wat aan gehad hebt. Nou, daar moest ik even over nadenken. En ik kwam met iets. Ik zei: Nou, uh, dat vind ik wel een aardig boek. Dat vind ik ook wel een aardig boek. Ik kwam niet verder dan drie of zo. En toen zei Wim, je noemt de Bijbel helemaal niet. Dat had ik wel verwacht van jou. Ja, zei ik. Maar op het moment dat je tegen mensen gaat zeggen dat ze de Bijbel moeten lezen, dat is juist een, uh, een moment waarop andere mensen gaan denken van nou ja, dan doe ik dat dus niet. Want uh, de Bijbel, dat, uh, ja, dat is een oud boek. Ik ga hem liever Lord of the Rings lezen, van J.R. Tolkien. Dat is In de Band van de Ring op zijn Nederlands. En dat is slecht geschreven? Oh. Ik heb dat boek In de Band van de Ring heb ik nooit willen lezen. Dat gaat dus ook over elfjes en trollen en kabouters en tovenaars. En... Ik heb het nooit willen lezen. Totdat ik in dat huwelijk wat ik heb gehad, dat vrolijke huwelijk. Wat de moeder van mijn kind zei, ja, ik vind toch dat je het moet lezen, hoor. Het hoort er wel bij. Het hoort bij je culturele ontwikkeling, hart. Ik zei: oké. Okay. Nou, ik ben tot pagina 27 gekomen. En toen werd ik boos. En toen hield ik haar dat boek voor, las een stukje voor. Ik zei, wat staat hier nou? Babababa, een gandalf. En hij liep naar buiten. Ik zei, die hij? Waar waren we even aan? Aan de sprekende konijn, die huppelende Pegasus of een gandalf. Ja, zei ze, daar moet je zelf mee invullen. Denk, oh ja, dus meneer Tolkien schrijft iets op en ik mag zelf verzinnen wat het allemaal voorstelt. Ik, ik lees geen pagina meer. Hoe bij Vijf tot 20 grijs was ik een anderhalve pagina beu. En bij JR Tolkien hield ik het dan nog 27 pagina's vol. En heb ik het gehad. En in de Bijbel lees ik nog steeds. Ja, ja. Dus die vergeving, de boodschap van Christus is dat, dat God met het eerste woord bereshiet, dat daar staat de belofte, daarin bereshiet, het woord in den beginnen is dat bij ons zijn de drie woorden in, den, beginnen. In het Hebreeuws is dat maar één woord, Bereshit. En Bereshit bestaat uit een bet, een resh, een alef, een shin, een jot en een tav, of een tau. En een tav is de laatste letter van het Hebreeuws alfabet. En dat betekent kruis. En een jot dat betekent hand. En Shin betekent vernietiging. En Alef betekent God. En Betresh betekent de zoon. Dus zoon, God, destructie, hand, kruis. En Christus heeft gezegd: Ik ben gekomen om dat te vervullen. En als ik dat niet vervul, dan kan ik de Heilige Geest niet laten komen. Of dan komt de Heilige Geest niet. En aan de andere kant, als ik het vervul, dan komt de Heilige Geest. Dus laat me nou maar gaan. En die waarheid, die sluit je in je hart. En je krijgt medelijden met iedereen in je omgeving. En vanuit dat medelijden sta jij s morgens op. Om je omgeving troost te bieden. De Heilige Geest heet ook de trooster. Snap je? En het is jouw taak om dat te doen. En ik denk niet dat je mensen kan troosten. met gekke verhalen over. stenen en kruiden. elfjes en kabouters. Misschien mensen, het Engelse woord van de trooster is de comforter. En comfort, dat woord kennen wij. Hè? Het bieden van comfort is het bieden van troost. Iemand heeft iets verschrikkelijks meegemaakt, dan kan je er tegenaan gaan lopen kletsen van ja, je moet het zien. Want met de pleiade en Orion en Saturnus, nou... Iemand heeft iets verschrikkelijks meegemaakt en dan stel je een praktische vraag. Bijvoorbeeld, wil je suiker in je koffie? Of cognac? Of allebei? Dan bied je troost. Zit je lekker of wil je nog een kussen erbij? Ga maar even liggen, dan doe ik boodschappen. Ik ben zo terug. Dat is troost bieden. Comfort. En daarvoor ben je hier op deze wereld. En ook al heb je. Ja, ik heb ook zo'n leuke jeugd gehad. Hè? Ook zo, iedereen heeft wel zijn dingetjes. Jongen. Maar je biedt comfort aan je naasten. Die je lief hebt, zoals jij jezelf lief hebt. Nou, ik hoop dat uh, E. <laughs> dat is dus genoeg is. Ik vraag me af hoe ze hierbij kwam. Maar ik begrijp het nu ook wel beter. Dat zij. Mellie, sorry. Mellie Aldert was dus een heel beroemd iemand. Ja, ja. Dat een beroemdheid op de Nederlandse TV. zat hier ook. Along her books, Mellie Aldart frequently advocates relation among man and nature, gardens, mystical beings, natural life as the way for a better life. <laughs> Dat slaat nergens op. Dat gaat niet. Je kan niet iemand die hevig teleurgesteld is in het leven zoals het is, blij maken door te vertellen dat het leven zoals het is, dat het helemaal niet is. Maar eigenlijk is er uh, iets met Orion en de Pleiade. Dat... dat klopt niet. Want er is niks met Orion. En de Pleiade, dat is een. Ik zou niet eens weten waar ze liggen. Ik ben er gisteren toevallig niet langs gekomen met bus 105. Het is, een, dat is een, een vluchtgedrag, is dat. Ja. Ik hoop dat ik dit goed heb gedaan en uh, tot de volgende beschouwing. Doeg!